Hallo, ik ben Jan Willem van voorbeta.nl en in deze videoles gaan we kijken naar de POH. De POH die heeft zeker wat met de PH te maken. Alleen het verschil is, de PH gebruiken we voor zuren en de POH gebruiken we voor bazen. Een base is een tegenovergestelde van een zuur en ook eigenlijk altijd te herkennen aan de OH-. pH en POH heeft overigens wel heel veel met elkaar te maken. Namelijk, de omrekenfactor is altijd dat pH plus de POH samen in water altijd 14 is. Dit hier is de basis waarmee je snel en simpel dingen omgerekend kunt krijgen. Voor de rest geldt voor de POH of gelden dezelfde regels als bij de PH. Namelijk, het verschil is, we moeten nu kijken naar de concentratie hydroxide. En de concentratie OH-, oftewel hydroxide, is heel snel te berekenen door te nemen 10 tot de macht min POH. En tegenovergesteld kunnen we ook zeggen de PH, de formules lijken zoveel op elkaar dat ik ze af en toe verkeerd opschrijf. En verkeerd opschrijf is eigenlijk alleen maar dat ik een ootje vergeet als ik snel werk en moet corrigeren. De POH is heel snel te berekenen door te nemen min log. En dan de concentratie OH. Dus het enige wat nodig is, is zorgen dat je de concentratie OH- weet. Of dat je de POH weet. En dan kun je gelijk heel snel en heel makkelijk verder werken. Ik ben Jan Willem van voorbeta.nl. Ik hoop dat je iets aan deze zeer korte uitleg gehad hebt.